Jongens en meisjes, welkom weer bij een nieuwe Gamers Netgear. Naast mij zit Tom, de expert op het gebied van hardware en... Ja, hardware eigenlijk. Ja. Tech Tom. Tech Tom. Mooi. Heel mooi. Of Tech Head, noem ik mezelf ook wel eens in de beschrijvingen van video's. Dit is Daniel trouwens. Hij heeft een baard. Vooral bedrijfsherbalist. Bedrijfsherbalist en de baard. Dat, ja. Nee, we gaan een toetsenbord behandelen. De BenQ Zowie Celeritas 2. Volgens mij is deel 1 er niet eens. Er is een deel 1 geweest. Er is wel een deel 1. Maar die is er wel uit. Het is nu het enige toetsenbord van Zowie. Ik moet wel gelijk zeggen, het klinkt als een studentenvereniging. Celeritas. Vo voor de president. Huh? Veritas. Veritas, Celeritas. Laurentius tas. Rugtas. Rugtas. Dit is, mijn studentenperiode komt weer helemaal terugborrelen. Ik heb zoiets van, het is net introkamp nu. Maar jij hebt hem behandeld. Wat vind je ervan? Het is een zeer apart stukje tech, zouden we kunnen zeggen. Want het is namelijk een toetsenbord voor de e-sporters natuurlijk weer. Want Zowie is natuurlijk het dochtermerk gericht op e-sports van BenQ. Zeker. Zowie heeft een beetje een aparte manier van tech inspelen. Ze maken niet zo heel veel verschillende dingen. Ze maken vaak één of twee dingen. Je ziet ook, dit is nu hun enige toetsenbord. En ze zijn heel erg van de simpelheid, van de simplicity van het allemaal. Ja, hij is heel subtiel als je het zo ziet. Ja. Het lijkt ook niet echt op een gaming toetsenbord of zo. Nee, want tegenwoordig heeft een gaming toetsenbord altijd 6 miljoen kleuren en allerlei toeters en bellen. Ja, precies. En Zowie is heel erg sober in dat perspectief. Want ze zeggen dus van, nou, we gaan voor zwart. We doen alleen rode toetsenverlichting, die dan af en toe ook wit op kan lichten als het een speciale toets is of zo. Maar heel erg simpel. Geen waves eroverheen. Ik kan dit simplistische design wel waarderen eigenlijk. Het heeft wel iets. Ik snap ook waarom mensen voor Zowie gaan, want het is vaak goed spul, uniek spul, maar gewoon simpel, zwart en rood. Dus ook vooral als je zo'n setup hebt waarbij je veel zwart en rood gebruikt, Zowie is zo'n partij van, hey, we got you covered, fam. En dat gebeurt dus hier ook. Ja. Het ding is alleen dat dit toetsenbord definieert zichzelf heel erg door niet te gaan voor mechanische switches, niet te gaan voor rubberen dome switches. Nee, ze gaan voor een zelfgemaakte optische switch. Dit is een optisch toetsenbord. Maar is dat chill voor e-sports? Echt voor fulltime gewoon daar aan gamen? Dat is dus een beetje het dingetje, want ik dacht ook, hoe kan in godsnaam een toetsenbord optisch zijn en wat heb je daar dan aan? Gezien natuurlijk optische sensoren zijn vaker voor de muis en zo. Je denkt, als je aan optisch denkt, dan denk je aan muizen. Ja. Nee, deze switch werkt dus op een hele andere manier. Het is een soort van mechanisch, maar ook weer niet. Of het voelt in ieder geval een klein beetje mechanisch, maar ook weer niet. Het is namelijk, er zit gewoon een sensortje in en die kijkt gewoon wanneer er iets wordt ingedrukt. Dus er is niet een contactpuntje in de schakelaar. Er is niet een drukpunt zoals bij de rubberen dome die ingedrukt moet worden en dan schakelt die. Nee, er is een soort van, gewoon een cameraatje zou je gewoon kunnen zeggen, die heel snel kijkt van is dat iets of niet. En Zowie belooft daarbij dat dit toetsenbord minder, zeg maar, dubbele keystrokes registreert. Ah, okay. Dus als je per ongeluk dubbel drukt, dat gaat hij dus hier niet doen, want dat kijkt hij dus met een sensortje. Wat het ook een beetje anders maakt, is daarbij dus dat je niet een gevoel hebt erin. Er is geen mechanische klik, audio feedback, dat je echt hoort klik. Nee, en er is ook geen voelbare klik, want er is geen contactpuntje wat die aan moet raken. Dus wat dat betreft het is heel apart. Het lijkt een beetje op de rode Cherry Switch, maar dan ook zonder een gevoel erbij. En dat is wel heel apart. En wat je daar wezenlijk aan hebt is, het geeft een heel ander typegevoel, heel erg fraai. En het is denk ik het stilste toetsenbord, als je je vingers erop traint, het stilste toetsenbord ter wereld nu. Het is gezegd. Daar heb je het. Oké, werkt het voor gamen? Het werkt zeker voor gamen. Ik moet eerlijk zeggen, die belofte die Zowie maakt van dat hele niet de dubbele keystroke, dat je dat niet snel krijgt. Ik had daar sowieso al geen last van. Ik heb nooit met mijn andere toetsenborden gehad van, ik druk per ongeluk dubbel een knop in of zo. Dat... Of je moet spasme hebben. Ja, of een rage quit of zo, dan druk je misschien wel dubbel in. Ja. Maar nee, wat dat betreft, het is een leuke belofte, maar ik kan het niet testen, want ik had nooit last van dubbele keystrokes. Dus dat is een beetje een apart ding. Ja. Maar ik vind het wel heel interessant dat ze voor een eigen switch zijn gegaan, een eigen techniek. Ja. Het probleem is alleen daar wel bij dat je er ook flink voor moet betalen. Want hoe simpel dit toetsenbord ook oogt en voelt, het is wel 150 à 60 euro in de richtprijs. Dat is fors. Ja, er moet wel even een disclaimer bij. Dit model is nog niet op de markt. Het is wel onthuld. Het is nog niet in heel veel winkels te verkrijgen. Op de officiële website van BenQ en Zowie staat ook niet een richtprijs tot dusver. Ik heb
via Marcel, onze vriend, die bij Zowie werkt, heb ik gewoon te horen gekregen dat ze ongeveer voor de 150 à 160 gaan, maar dat staat niet vast. Dus het kan hoger, het kan lager zijn, maar het is ook nog niet op de markt. Dus we zijn weer wederom een primeur in Gamers Net Gear. Super vet. Ja. Maar zitten er verder ook kanttekeningen aan? Want ik zie wel dat het is een bedraad toetsenbord sowieso, ja. Maar het is wel een dun snoertje. Wat je de laatste tijd eigenlijk niet meer ziet. Nee, vooral voor de prijs is het ook gek dat je niet een gewoven kabel hebt. Het is een rubber kabeltje. Ja. En dat is misschien een beetje raar, omdat heel veel toetsenborden die in dat segment zitten, hebben wel een gewoven kabel. Niet dat het iets uitmaakt, het is puur een stijlstatement, want je toetsenbord verschuift toch niet zo heel veel. Maar er zijn een aantal dingen waarin Zowie misschien iets te simplistisch heeft ingespeeld. Je ziet het bijvoorbeeld in die kabel, nou ja, die is rubber dan. Het design, er is geen kickstand. Hij staat gewoon zoals hij staat. Het is wel een beetje geheld, maar er is niet een manier om hem hoger te zetten. Ze zijn gegaan voor een heel klein beetje polsteun, maar ik zou zeggen, als je voor simpelheid gaat, snij dat toetsenbord dan precies af, zodat je echt alleen de toetsen hebt. Zoals je bijvoorbeeld ook met de Master Keys Lite ziet en heel veel andere, bijvoorbeeld Corsair modellen, zijn best wel simpel in ook niet het wel of niet geven van een polsteun. Maar goed, een beetje polsteun is juist eigenlijk ook wel weer lekker. Ja, maar ik kan mijn polsen hier niet op kwijt. Ze zijn dan gegaan voor een heel klein beetje afspitsing, maar niet zo heel erg veel. Nee, en in meer van dat soort dingen zie je bijvoorbeeld, ze hebben het zo gedaan dat bijvoorbeeld de numlock geeft licht als je hem indrukt, zodat je weet van de numlock staat nu aan. Dat geldt ook voor de caps lock en dergelijke. Daardoor hebben ze hier rechtsboven in de hoek hebben ze niks aan informatie daar zitten. Geen lampjes of dergelijke. Maar er is hier dus ook een ruimte vrij. Waar dan ook niet het logo op staat. Of er hadden hier dedicated media controls kunnen zitten. En dat zit er allemaal niet op. Nee. En dan heb je toch wel weer zoiets zo van, het is een hoge prijs en het werkt allemaal heel goed. Optische switch, heel vooruitstrevend allemaal. Maar is het daarmee niet te simplistisch? Ik zou persoonlijk zeggen, voor die prijs kun je zoveel uiteenlopende, uitgebreide toetsenborden hebben met macro toetsen erbij, met dedicated media controls, met een hele grote losse polsteun en dergelijke. En dat doet dit model allemaal niet en focust zich daarentegen wel helemaal op die switches. Dus dat is een afweging die je moet maken. Ik denk dat dan inderdaad vooral de switches de prijs maken, want verder is het inderdaad een heel simplistisch model. En ja goed, mocht je daarvan houden, is het denk ik wel een prima toetsenbord. Ja, want ook geen software erbij, het is gewoon plug and play. Dat werkt meteen. Dat vind ik ook wel eens een keer fijn om weer eens een keer te zien. Is weer verfrissend om niet meteen allerlei drivers te hoeven installeren. Hij werkt ook overal, hij is lichtgewicht, hij is verder ook wel gewoon heel stevig. Alleen één nadeel van de Switch, dat moet misschien ook nog wel gezegd worden, is ze zijn gegaan voor een ijzeren springveer die erin zit. Dat is prima, want dan veert hij altijd goed terug en het gevoel is goed. Ja. Het is wel de stilste switch op aarde, mits je je vingers erop traint. Want als je er hard op gaat tikken, dan voel je wel en dan hoor je vooral ook weer die springveren terugschieten. Ja. En dan klinkt het wel in één keer wel weer als een luid mechanisch toetsenbord. Terwijl, als je er heel subtiel op tikt, is dit echt het stilste ding op aarde. Cool. Ja, ik denk dat we er zijn. Conclusie, simplistisch misschien iets te simplistisch. Typt lekker, is goed voor gamen. Ze hadden misschien de loze ruimte een beetje mogen opvullen. Ja. En zeker voor de prijs misschien een wat dikkere kabel. En kickstand. Ja, kickstand zou fijn zijn. Dat vind ik zelf altijd wel heel belangrijk. Want een te plat toetsenbord, op een laptop maakt het niet zo heel veel uit. Maar met een te plat toetsenbord zonder kickstand of een te lage kickstand is inderdaad wel vervelend. Ja. Maar goed, dat zijn allerlei dingetjes die allemaal weer goed gemaakt kunnen worden door de optische switch. Het is wel heel vooruitstrevend. Ja. Mocht je hem een keer zien liggen in een winkel, probeer het even. Want het is wel een heel apart typgevoel. En dat is wel vet dat ze toch proberen vooruit te streven met iets anders. De vraag is alleen of het viable is. En dat laten we dan ook graag aan jullie over. Laat het weten wat je ervan vindt in de comments. Ja, en misschien hebben ze met onze tips wel de nummer 3 dat ze shit extra toevoegen. De Celeritas 3. Dan kunnen we eindelijk nog een stapje verder gaan. En dan in één keer all out gaan met lichtjes, zo'n dikke gewoven snoer, een kickstand in 6 verschillende standen, weet je al. Oké, hier heb je het. Dat je ook jullie stelletje losers van Gamers Net Gear. Dat was het voor Gamers Net Gear. Ja. Tot snel. Peace out. Doei. Doei. Houdoe. Oh, bravo. Oh, bravo. Wat? Oh, cultural appropriation. Cultural appropriation.